Deze conceptquiz quiz bestaat uit 5 Multiple Choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. In deze vraag moet ik Sos Castoa gaan toepassen, en dan helpt het altijd om voor jezelf eerst een driehoek te zoeken. En ik heb hier de driehoek gearcheerd. Eén van de hoeken is gegeven, die is 53 graden, en de schuine zijde van mijn driehoek die is ook gegeven, die is 62 Newton. Gevraagd wordt naar de grootte van de i-component, Fi, en die component die zit natuurlijk ook in die driehoek. Sterker nog, dat is de overstaande zijde in de driehoek. En omdat je schuin weet en overstaande wil uh, gaan berekenen, ga je de sos-toepassen van de sos castoa regel De sos-toepassen betekent het volgende eigenlijk dat de sinus van die hoek gelijk is aan de overstaande zijde gedeeld door de schuine zijde. Bij ons is de overstaande zijde de fi-component en de schuine zijde is de, ge de gegeven kracht F. Als ik dit omschrijf, dan krijg ik het volgende: fi is de sinus van 53 graden maal F. En dan kun je hem uitrekenen met je rekenmachine. En dan komt er 50 Newton uit. Vraag 2. In deze vraag is 4 keer een kracht ontbonden in 2 componenten. En wat kun je dan doen? Dan kun je die 2 componenten vervolgens weer optellen om de oorspronkelijke kracht te krijgen. En dat optellen dat doen we door middel van de parallelogrammethode. Dus ik ga in elk van deze vier grafiekjes ga ik de parallelogrammethode toepassen om te kijken hoe eh, de oorspronkelijke kracht F eruit zag. En in grafiekje 1 ziet dat er zo uit. In grafiekje 2 ziet dat er zo uit. En in grafiekje 3 ziet dat er zo uit. Het zijn drie verschillende kleurtjes en daarmee heb ik aangegeven dat de drie eh, krachten niet gelijk zijn aan elkaar. Als ik nu hetzelfde doe in grafiek 4. Dan zul je zien dat er precies dezelfde kracht uitkomt als in grafiek 2. Vraag 3. Bij deze vraag krijgen we twee krachten. En er wordt eigenlijk gevraagd: hoe groot is de resulterende kracht van die twee krachten samen? Dat kun je eh, oplossen door het te tekenen, en dan ziet het er zo uit. Maar hier wordt echt gevraagd naar een berekening. En dat kan, want als je kijkt naar de tekening die ik heb gemaakt, dan zie je dat er een rechte hoek in zit. En die rechte hoek die zorgt ervoor dat we de stelling van Pythagoras kunnen gebruiken om de resulterende kracht uit te rekenen, de schuine zijde als het ware. En als je dat netjes doet, dan komt er een kracht uit van 75 Newton. Vraag 4. En vraag 4 bestaat uit twee dia's. We hebben hier te maken met een voorwerp die op een helling staat. En het is de zwaartekracht die er vervolgens voor zorgt dat zo'n voorwerp langs de helling naar beneden kan gaan glijden. En wat er dan vaak helpt, uh, is om die zwaartekracht dus te gaan ontbinden in twee componenten. Een component evenwijdig aan de helling, dat is hier uh, vector 1. En een component loodrecht op de helling, dat is hier vector 2. Het eerste wat we gaan doen is, uh, omdat we nu die zwaartekracht hebben ontbonden in twee componenten, om die zwaartekracht zelf eens weg te gaan halen, want uh, anders ga je natuurlijk de zwaartekracht dubbel tellen. Dus ik heb die componenten al getekend en de zwaartekracht uh, zit hier dus ook al in verstopt. Dan heb ik uh, twee componenten die uh, loodrecht op de helling staan: dat is de normaalkracht en uh, kracht nummer 2. Ja, in de vraag staat gegeven dat uh, het bootje langs de helling glijdt, dus het bootje zakt niet de helling in. Het zal ook niet gaan opstijgen. Hieruit valt op te maken dat de grootte van die twee krachten gelijk zijn. En dat die krachten elkaar dus precies opheffen. Dus kun je ze ook net zo goed weghalen. En dan zie je dat je nog maar twee krachten overkrijgt. En die twee samen zorgen voor de resulterende kracht. Vraag 5. Deze vraag hebben te maken met twee uh, spankrachten. Die spankrachten zorgen samen voor een verticale kracht uh, van 20 newton naar boven. We gaan een klein beetje inzoomen, we gaan kijken naar één spankracht. En als je dat doet, dan mag je ook zeggen dat die ene spankracht precies de helft van die verticale kracht moet leveren, oftewel 10 newton. En de hoek tussen die verticale component en de spankracht, die is ook de helft van de hoek van de voorgetekening. Die is 70 graden. Ja, we hebben hier weer te maken met Soscastola. Dus we gaan op zoek naar een driehoek. De hoek van 70 graden is gegeven. En we weten nu de aanliggende zijde van onze driehoek. Want die is 10 Newton. En hier wordt gevraagd hoe groot is de schuine zijde van die driehoek. Want dat is in ons geval F-span. Nou, aanliggende zijde, schuine zijde. Dat is de Cas-regel die we gaan toepassen. En dan krijgen we dat de cosinus van 70 graden gelijk moet worden aan 10 Gedeeld door de spankracht. En als je dat netjes uitrekent, dan komt daar een spankracht uit van 29 N.